Zoetermeerder aangehouden voor drugs en zware mishandeling. Actie tegen KW, ook aanleg glasvezel in buitengebied van Westland. Geparkeerde auto in brand gestoken aan de Bizetstraat in Delft. Goeiedag, dit is Regionieuws TV van 25 augustus 2021. De politie heeft een 48-jarige man aangehouden na het aantreffen van verdovende middelen in zijn woning. De politie kwam hem op het spoor na een vechtpartij op de Meerzichtlaan. Daarbij zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Er zou met een honkbalknuppel geslagen zijn en op de Bosserwaard werd een gewonde man aangetroffen. Het slachtoffer, een 38-jarige Zoetermeerder, is voor medische behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Een andere man was weggefietst in de richting van het Ameland. Agenten hielden de man aan en vonden in zijn tas hard en soft drugs en een flink geldbedrag. In de woning van de verdachte werd een grote hoeveelheid drugs gevonden. De 48-jarige Zoetermeerder werd aangehouden op verdenking van zware mishandeling, witwassen en handel in verdovende middelen. Westland Verstandig gaat een actie organiseren tegen KW om de aanleg van glasvezel in het Westlandse buitengebied af te dwingen. Ruim 8000 woningen en 1200 bedrijven hebben geen glasvezel. Wel is er nog de oude coaxkabel, maar die is ontoereikend en vooral onbetrouwbaar, aldus de partij. Een eerder besluit om glasvezel aan te leggen is teruggedraaid door de kabelmaatschappij. Het zou te duur zijn. Er wordt wel glasvezel aangelegd op de bedrijventerreinen. Woningen in de omgeving daarvan worden echter niet meegenomen. De Westlandse politieke partij wil begin september met zoveel mogelijk mensen een actie tegen KW starten. In de Bizetstraat in Delft is een geparkeerde auto in brand gestoken. Diep in de nacht werden bewoners van de straat wakker door brand. De gewaarschuwde brandweer heeft de auto geblust. Volgens de politie is er in de buurt van de auto brandbaar materiaal gevonden. Er wordt nog een nader onderzoek ingesteld. Tot zover het journaal van vandaag. Heeft u nieuws voor ons of foto's en video's van bijzondere gebeurtenissen? Stuur ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.